Oké, okay, welkom bij Basketbal TV. We gaan het weer oppakken. Dus wekelijks of twee wekelijks gaan we praten over wat er gebeurt in de basketbalwereld. En nu na het succes van het Nederlands team lijkt het een mooi moment om ermee te starten. Aan tafel Marloes Nieuwveen. En Marloes is voormalig topbasketbalster in Europa. En speelt nu, of speelde in Katwijk in Nederland. En is er nu op zoek naar een club. Ja. En links van mij zit Ferry Steenmetz, succescoach in Amsterdam en vorig jaar was hij de hoofdcoach in Rotterdam Eredivisie. En momenteel legt hij helemaal toe op het basketballen, het iBasketball TV. Dus gaat hij met name zijn mening erover geven. En ik ben Ivo Boom, voor degenen die me niet kennen. Ik was vorig jaar de coach van Marloes bij Grasshoppers en ik ben medeoprichter van iBasketball. Goed, laten we beginnen met het Nederlands basketbalteam. Mooie wedstrijd. Je was erbij op woensdag? Ik was erbij en ik was enthousiast fan. Dus ik vind het heel leuk om te zien hoe de jongens samenspelen. De energie, passie zie je echt. En met en voor elkaar keihard werken. En dat het zo'n resultaat geeft, dat is prachtig natuurlijk. Ja, en wat viel je op? Wat viel mij op was vooral dat ze rebounded heel goed waren. Dat vond ik persoonlijk. Dus, ja, daarin zie je dat rebounden, dat is, ja, weet je, de bal is in principe als die los is voor iedereen. Dus wie hem het meest wil, die pakt hem. En nou ja, dat was wel heel vaak Nederland. Er was één kleine serie waarin Montenegro vier of vijf aanvallende rebounders achter elkaar pakte. Dus ja, nou ja, goed, dat is dan niet heel netjes. Maar verder hebben ze dat de hele wedstrijd heel goed gedaan. Ja, het viel wel helemaal op, hè? Nou, die wedstrijden volgens mij rebounden. Ja, ik vind het altijd knap. Hoe coaches een team aan het rebounden kunnen krijgen. En in Europa is het natuurlijk eerst terugsprinten en dan verdedigen. Aanvallende rebound, misschien één of twee spelers hooguit. En je ziet dat nu met 4,5 man aanvallend rebounden. Ja, dat hebben ze toch een gedeelte van de overwinningen gegeven. Dus dat was mooi om te zien. En Montenegro reboundde goed, maar in een periode dat de wedstrijd eigenlijk al gespeeld was. Ja. Na de eerste periode toch, hè, dat Nederland echt heel veel van een driemans pakte. Maar je zag die van Montenegro, ze konden niet uitboksen. Ze maakten geen contact, rijden zich om. En er werd zwaar door hun heen gerebound. Er stonden ook goede rebounders op de vloer. Oude dag, grote Karassi, grote drie, de Pachter. Allemaal jongens die hard naar die basket gaan. Hey, en aanvallend, dat aanvallende rebound was zeker een verschil, hè, in de wedstrijd. Ook tegen Bulgarije volgens mij, dat ze daar echt een dik rebound overwicht hadden. Ja, het is ook een plek waar je agressief kan zijn. Ja. Dus ze winnen die wedstrijd op agressiviteit. Of eigenlijk assertiviteit. Hè, want agressief is natuurlijk een stap verder. Maar dat zijn de plekken waar je heel erg assertief kan zijn. Verdediging in de rebound. En dat was echt een groot mentaal verschil met die andere ploeg. Op een gegeven moment Montenegro, die bleef maar, die tweede helft moesten ze terugkomen. Dan denk je van nou, die gaan een keer hard naar die basket toe, fouten uitlokken, maar ze bleven maar schieten. Dus dat agressieve mentale spel van Nederland, je zag dat de Montenegro werden vermijders. Ja. Dat was fantastisch te zien, want dan weet je op dat moment, hey, die wedstrijd die gaat gewonnen worden. En ook als je Toon ziet coachen, toch heel ontspannen, dat geeft toch ruimte om lekker agressief te zijn op een of andere manier. Hè? Je zou eigenlijk verwachten, coach is agressief, je team is agressief, maar hij was juist, vond ik, heel ontspannen. Heel rustig. Heel rustig, ja. En dat team dat ging met de agressie aan de haal. En andersom ook met Montenegro, je zag die coach heel erg gespannen. Ja. Heel erg, misschien vervoelde hij het al. Dat kan zijn dat hij hier kwam en al het idee had van, nou, het gaat hem niet worden vanavond. Maar die begon tegen die scheidsrechter op een verkeerd moment. En die ik weet niet hoe, assistentcoach van de bank, die haalde een technische. Ja. Nou, onvoorstelbaar, weet je. Dus die emotie bij hun, die zat helemaal verkeerd. Ik denk dat dat wel een van de grote verschillen is geweest. Tegen Bulgarije, tegen Montenegro en ook eigenlijk de thuiswedstrijd tegen Israël. Ja. En daar hebben we ook gewoon periodes erg goed gespeeld. En, ja. En op assertiviteit, hè, de zaakjes, agressiviteit. Lekker fysiek gespeeld. Jonge jongens stonden lekker te beuken. Ja. Ja, fantastisch om te zien.
Maar dat is ook wat verschil met de Nederlandse competitie, toch? Ik bedoel, als je ziet hoe hard er nu gespeeld wordt in deze wedstrijd. En eigenlijk wordt er niks afgefloten. Hè? Dus echt, het fysieke mocht absoluut. Echt, de handen werden wel afgefloten. Dat is wel een heel verschil, denk ik, dan met de Nederlandse competitie. Ja, en ik ook. Ik denk dat er wel wat meer toegestaan was. Ik denk dat dat ook normaal is. Je ziet altijd, ik denk in de NBA is er ook weer meer toegestaan dan... dan in de Nederlandse competitie. Ik denk als het niveau een stukje hoger wordt, dat scheidsrechters vaak wat meer toestaan. Dus ook vaak nog weer wat grotere jongens. Nou, je ziet het ook bijvoorbeeld nu in deze wedstrijd. Het viel me op tegen Israël, die uitwedstrijd. Als ze dan Nederland op de break ging, dan maakt ze gewoon snel een fout, hè, om het spel dood te maken. En dat deed Nederland eigenlijk nu ook een beetje met Montenegro. Hè. Leo Williams maakt een paar keer een fout in de break om even het tempo eruit te halen. En als ze dat in Nederland doen, dan zullen ze misschien sneller een onsportieve fout krijgen. En nu was het gewoon break of stoppen, zijkant, ja, en klaar. Het is moeilijk om te vergelijken, denk ik. Want kijk, die scheidsrechters op Europees niveau, die zijn wel echt heel goed. Ja. Dus die hebben het allemaal wel in de controle. Ja, die staan met z'n drieën en dan mag het ook, dan kan het ook wat fysieker zijn. Ja. Je ziet dat ze het wel snel oppikken. Ja, maar als je goed keek ook, dan zag je dat Nederland ook heel slim fysiek speelde. Ja. Dus heel veel met handen. Ja. Ja, je zag heel vaak die hand op schoten of dichtbij of dit doen. Ja. Zonder dat er contact is. Hè. Ja. Dus heel erg ook in pick-and-rolls, even dubbel teamen zonder die fout te maken, zonder dat contact te hebben. Maar wel een stukje druk erop zetten. En dan als scheids, als je de regels volgt, dan kan je ook niet fluiten, want het gebeurde allemaal volgens de regels. Oké, er werd ook heel fysiek gespeeld. Ik vond eigenlijk zelf de belichaming van de defense, vond ik Mohamed Karazi. Ja. Hij zag er echt afgetraind uit, vond ik. Wat was je mening dan? Ja, hij heeft fantastisch gespeeld. Zijn lichaam, zijn kracht, ik denk dat hij wat is afgevallen. Misschien wat spier er nog wel zelfs bij. Afgetraind, super fit. Ik denk dat hij heel hard gewerkt heeft van de zomer. En dat was te zien. Ook qua assertiviteit, de rebounds die hij dan pakt, verdedigend hoe die mensen uitschakelt. Een paar belangrijke scores, hè? Ook naar de basket toe. Ja. Rebounds, aanvallende rebounds, verdedigende rebounds. Break. Had hij nog break. Een dunk in de break, volgens mij, had hij nog. Ja, met Mo heb je mismatch. Kijk, wij Nederlanders zijn het grootste volk van de wereld. Nou, is Mo niet echt in Nederland geboren, maar kijk, we hebben dat punt wel goed uitgebuit. We zijn fysiek groter geweest dan Israël, fysiek groter en sterker dan Montenegro, dan Bulgarije. En dat werd op die drie positie helemaal uitgemolken. En dat was een van de grote redenen dat Nederland deze wedstrijd won. Mo in de looppoos tegen een kleinere jongen. En dat werd heel goed uitgespeeld. En hij kwam een paar keer goed door. Waar we Mo kennen dat hij af en toe nog wel eens met het afmaken moeite heeft. Hij gooide zijn ballen erin. Ja, maar hij trekt ook wel naar zich toe. Hè. Ik kan me een beeld herinneren in de eerste helft dat hij echt ging posten. En dat hij volgens mij met Arvin, dat Arvin die drie punten erin schoot. Weet je, ze vallen toch wel ver terug. Ja. En hij loopt ook gewoon te zuigen, toch, bij de tegenstanders. En bij de coach op een gegeven moment. Heel persoonlijk. Hij vecht. Hij gaat de strijd aan. En dat doet hij eigenlijk al vanaf zijn eerste jaar dat hij Eredivisie speelde en Europa speelde. Toen hij nog 18, 19 was. In de Europa Cup speelde met Amsterdam tegen Erik Williams in Italië. Was het al veken, foutje uitlokken, vrijworpen erin schieten en zuigen en blijven staan. Ja. Dus ook weer onderdeel van assertief teambasketbal. Ja, hey, en als je te praat over Mo, dan kunnen we misschien doorschakelen naar iemand anders die echt de leider van de ploeg is. Weet je? Arvin is toch subtop van Europa aan het worden, lijkt het, of niet? Ja. Je zou bijna zeggen dat het zonde is dat hij nog in Nederland speelt. Want als één jongen zich, één speler, voorbeeld is hoe je ontwikkelt. Ik ken Arvin vanaf zijn 17e. Elk jaar wordt hij beter. Hele leuke persoon. Goede persoon. Goede speler. Fysiek sterk. Schot verbeterd. Drijf verbeterd. Tactisch slim. Verdedigend slim. Hard. Ja, weet je. Veel beter dan... Dan Arvin kan je hem niet krijgen in Nederland. En het is jammer dat zo'n jongen niet zijn weg vindt naar de grotere competities. Want ik denk dat hij daar langzamerhand echt wel thuis hoort. Nou ja, eigenlijk is het gewoon heel simpel. Ik denk, waar Arvin speelt, word je bijna kampioen, toch? Hij neemt het team zo op sleeptouw, dat zag je nu ook. Dat is de laatste... Je kent Arvin al wat langer, denk ik.
Ja, ik ken Arvin al wel een tijd. Is een van mijn favoriete spelers in Nederland. Ja, ik vind het fantastisch. Maar ook zijn attitude en hoe die is als persoon op het veld en ook buiten het veld. Werkt heel hard voor zijn game. In de gym, maar ook fysiek. Weet je, ja, daar kan je alleen maar respect voor hebben. En het is mooi om te zien dat er nu uitkomt. Eerst met een MVP award in de Nederlandse competitie. Waar ik vind dat die onterecht, dat er kritiek op is. Mensen die daar kritiek op hebben, die snappen het spelletje. Mijn inziens niet helemaal. Dat is het probleem, hè? Kijk, hij doet natuurlijk zoveel dingen die niet op het statsheet staat. Ja. Ik bedoel, en echt de beslissende momenten staat hij er. Soms heeft hij 0 punten, 35 minuten. En als het moet, dan maakt hij de vrije worp of hij schiet die ballen erin. Belangrijke momenten, dat is echt knap. Het is gewoon gaaf geworden. Ja. Hey, en Arvin natuurlijk goud waard voor zijn team. Op een gegeven moment vinger uit de kom. Ja. Wat dacht je? Wat dacht ik? Ja, wij zaten te kijken. Ik zat aan de overkant van de bank. En het zag er naar uit dat hij heel veel pijn had. Maar goed, wij ik heb het zelf gelukkig nog nooit meegemaakt, maar wij weten als spelers dat een vinger uit de kom, die kan teruggezet worden en dan kan je in principe weer spelen. Ja. Waar wij natuurlijk op hoopten en ik verwachtte dat ook wel van Arvin, zeker op dit niveau in zo'n wedstrijd, dat hij ervoor zou gaan. En het is natuurlijk fantastisch om te zien dat hij dat ook doet. We hebben denk ik allemaal gezien hoeveel pijn die had op dat moment. En, bijna nokkie. Maar ja, ging bijna uit. En dan een tapeje om zijn vinger en gaan in de tweede helft. En ja, dan zie je op een gegeven moment zit hij ook aan de kant. En het is einde van het vierde kwart. En dan is er weer een beetje onrust ook in het team. En dan lijkt het dus of Montenegro weer een beetje grip krijgt op de wedstrijd. Dat ze weer terugkomen. Ja, en dan, dan wisselt hij en dan komt hij erin. En dan brengt hij gewoon weer rust en vertrouwen in dat team. Dat zie je. Je ziet dat gewoon gelijk gebeuren. En dan maakt hij nog een score. En, Hij doet gewoon belangrijke dingen. Ja. Weet je, hij dribbelt ook gewoon die bal even over de middenlijn. Hij eist hem op. Hij houdt net wel voor die bal in zijn hand dat iemand een foutje maakt. Weet je. Maar ik dacht persoonlijk, toen hij die klap kreeg en hij zat aan de zijkant, dacht ik wel van als hij eruit gaat, is het afgelopen. Ja, maar dan gaan ze het niet redden. Ja, maar ik denk dat het ook onderdeel is van zo'n heroïsche avond. Ja. Het lijkt bijna een speelfilm. Dat de wedstrijd voor het EK, je kan allemaal choken en slecht spelen, maar dat gebeurde helemaal niet. Er werd juist werd opgepikt, de leiding genomen. Blessure, Arvin maakt niet uit, spelen gewoon door, iedereen die had zijn bijdrage, weet je, dat hoort er ook bij, dus dat was fantastisch te zien. Ik denk dat een onderdeel ook van het succes van deze avond was, dat je even een blessure krijgt en dat je er overheen zet. En waarschijnlijk zit hij nu thuis met een spalk en de komende 2 maanden kan hij geen glas in zijn hand houden, bij wijze van spreken. Maar op dat moment trekt hij toch zijn wedstrijd naar binnen. En EK voor het eerst in 25 jaar. Dus veel grote krachten die in zo'n wedstrijd spelen. Absoluut. Ik denk dat we Roeland Schaft dan ook even moeten noemen, toch? Ja. Ik bedoel, de tweede helft scoorde hij echt een paar belangrijke ballen. Gewoon al 2 keer de ballen aan het eind, maar... Ik heb weinig gezien van hem. Ik ken hem. Weet dat hij, volgens mij Oregon heeft hij gezeten op school. En nu in Spanje, in de tweede divisie. Dus ik denk ook voor veel mensen in Nederland misschien niet een heel bekende speler. Ik zag het in de eerder wedstrijden af. En echt een talent, een goede speler, goede body ook. Goede schutter ook. Dat is 3 punten. Pick en pop, op belangrijk moment. Ja. Pick en pop, de verdediger bleef iets te lang bij de bal. Pak meteen die 3 punten. Ik noem eigenlijk een beetje Nowitzki van Nederland. Een stretch voor is het, hè, eigenlijk. Ja, hij oogt wat zwaarder, laat ik het zo zeggen. Ik vind het wel ook hij kan ook inside spelen, maar die pick en pop met hem, dat is gewoon heel moeilijk te verdedigen. Dan moet je gaan switchen en dan kan Leon weer drijven. Leon, als we spelers noemen, heeft het ook fantastisch gedaan. Wurtie de Jong die op belangrijke momenten doorkwam en altijd iets extra's brengen. Ja, iets extra's, een beetje die ballen erin kan gooien die eigenlijk niemand erin kan gooien. En Roeland, waar ligt dan zijn plafond? Ik bedoel, want eigenlijk is hij, we kennen hem van Amsterdam. Ik zat op een gegeven moment naar zijn kuiten te kijken. Toen dacht ik, ze heeft nog steeds dezelfde kuiten als,
als toen, weet je wel. Dus hij is wel absoluut sterker geworden, maar hij is gewoon, ja, hij doet gewoon alles met zijn schot. Hè? Ja, maar hij kost hem ook op, hè? Ja, absoluut. Hij ook gewoon in de looppost gespeeld. Ja, dat is wel, daar is hij absoluut echt in vooruit gegaan. Ja. Hè? In plaats van dat hij het duel mijt, zoekt hij nu ook het duel op, denk ik. Fysiek. Maar waar kan hij naartoe groeien? Hij speelt nu in Spanje, tweede divisie. Ja. Ja, dat is een reden, want daar is hij zich aan het ontwikkelen. Dus ik denk dat hij op een dag naar die ACB toe gaat. Ja. En misschien elk jaar wat beter wordt en een aantal goede jaren in Spanje speelt. NBA weet ik niet, dat is altijd moeilijk. NBA heb je weer uitzonderlijke talenten nodig. 26 is hij, Marloes. Ja, we hebben het net even opgezocht en hij is inderdaad niet meer heel jong. Maar goed, even goed blijft zijn talent. Ik heb nog 6 jaar. Maar goed, hij heeft natuurlijk unieke skills. Hij is 2,11 meter. Hij kan de 3 punten schieten. Hij kan ook de bal op de vloer brengen. Hij kan een beetje posten. Intelligente speler. Goede rebounder. Ja. Dus ik denk, en dit soort spelers komen nu in één keer bovendrijven. Omdat natuurlijk iedereen afhaakte. Hè? Anders had misschien Roeland niet eens in beeld gekomen. Nee, die was dan niet geselecteerd. Nee. Hey, Toon heeft gewoon een uitstekende job gedaan. Hè? Ik bedoel, een job die misschien niemand had willen doen. Zonder geld, zonder team. Ik begreep dat hij de eerste training op zee met 7 man stond. In plaats van de 41 die hij had geselecteerd. Dat is natuurlijk niet echt te benijden. Dan kan je niet de motivatie ver te zoeken na de eerste training. Ja. Maar fantastisch gedaan. Zo'n groep, de filosofie van hem op. Dus heel hard verdedigen, heel hard rebounden. Quick breaks en aanval echt lang uitspelen, slim uitspelen, tegenstander laten verdedigen. Goed aanvallend rebounden. Echt leuke systemen ook. Er werd leuk gespeeld ook. Dan zie je ook aan de hand van Sam Jones in dan, denk ik. In combinatie van dat keiharde verdedigen af en toe wat meer breek, wat meer snelheid dan bijvoorbeeld bij Leiden afgelopen jaar. Zag je nu wel een paar keer echt gewoon Arvin echt tempo maken? Ja, nee, kijk, ik denk dat een hoofdcoach alleen het niet kan. Dat de assistentcoach is natuurlijk heel erg belangrijk, zeker in zo'n korte periode. En die twee hebben heel erg goed samengewerkt. Ja. En om spelers zo ver te krijgen in zo'n korte periode, dat is wel echt knap. Weet je wel, dan moet je toch wel heel duidelijk, eenduidig zijn. Je zag ook dat tegenstanders echt fantastisch gescout en geanalyseerd waren. Dus Peter van Noort heeft daar een goede job gedaan. En Sam zal daar waarschijnlijk ook heel veel bijgedragen hebben. Maar ik vind slim spelen, high level, met deze groep, met deze jonge gasten. Ja, hartstikke goed. Beter kan je denk ik niet doen als coach. Alleen maar complimenten voor. Maar goed, hij is natuurlijk een beetje door velen, door de achterdeur bij Leiden naar buiten gegaan. Nu komt hij eigenlijk door de voordeur in de 5 mei al terug. Plaatst hij zich voor het EK, wat ook nooit gebeurd is. Maar nu komend jaar zit hij toch thuis. Of is dat juist een mooi moment nu om een fulltime bondscoach aan te stellen en te kijken of je ook voor de langere termijn dingen kan doen? Nou, ik denk dat wel een heel goed idee is. Dat er een fulltime bondscoach is. Maar de dames hebben dat natuurlijk. Dat hebben we. En ik denk dat voor de mannen ook. Dat is natuurlijk het streven. Het is natuurlijk al belachelijk dat er geen budget was voor de mannen. Ik denk dat er nu zeker moet komen. Ofwel door een sponsor of de NBB. Maar er moet natuurlijk gewoon een plan gemaakt worden, zodat die jongens in ieder geval een goede kans krijgen om een mooie prestatie neer te zetten op het EK. Ja. Maar het is natuurlijk mooi als je meteen door kan pakken naar langer, snap je? Volgend jaar is het EK. Nou, al onze jeugdploegen zitten volgens mij bijna allemaal in de B-divisies, denk ik. Ja. Dus ik bedoel, het is een leuk succes, maar als er geen aansluiting op praten over 10 jaar zit er weer over te praten dat we geen geld hebben, geen team en dat soort dingen. Ja. Ja, een beter moment dan dit kan het toch niet worden, denk ik. Ik ben het eens, maar ik denk dat we misschien toch onderschatten het werk van alle coaches in Nederland. Het werk van alle jeugdopleidingen. We hebben nu RTC's, er wordt gewoon meer getraind nu. Talenten hebben gewoon meer aandacht op dit moment. En misschien is dit wel de voorbode van een aantal succesvolle jaren. Kijk, er is natuurlijk afgelopen jaar ook het een en ander heel goed gebeurd. Met Kadi Kadar is er echt wel gebouwd. Willem Jansen heeft dat heel goed gedaan ook. We hebben ook een aantal wedstrijden gewonnen die ongelooflijk waren. Dus misschien dat het een beetje aan zit te komen. Ja. Ik hoop het. Dat deze groep ook en jeugdspelers. Je hebt Shane Amming zat op de bank. Nou, dat is ook een kanjer. Ja.
dat deze groep een beetje door kan stromen. Ook misschien Europa in. Hè? Want dat zie je bij die andere landen. Dat op een gegeven moment ontwikkelt het zich. En dan gaan ze serieus trainen. En dan hebben ze een succes. Ja, dan heb je die eerste groep die plaveit er weg. En daarna dan is het voor die groepen daarna en voor spelers daarna een stuk makkelijker om op dat niveau aan te haken. En ik hoop dat het ook een beetje zo gaat met het Nederlands basketbal. Dat dit echt het begin is van weer een hele mooie, leuke, goede periode waar de kansen voor spelers gaan komen om echt te investeren. Want dat is nog wat ik de laatste jaren mis. Het is echt een investering in Nederland waar je elke keer achter je oren krabbelt. Of je dit als speler wel gaat doen, hè? Of je niet de maatschappelijke carrière gaat ambiëren, tenzij je in Amerika terechtkomt, is het altijd investeren, investeren. En ik hoop dat die investering ook een keer wordt uitbetaald. Maar goed, dat je eens hè, over de RTC's en dergelijke. Maar dit is natuurlijk wel een moment, met name richting het bedrijfsleven, om in ieder geval iets te kunnen binnenhalen. Dat het bedrijfsleven erin gaat stappen. Sport 1 is natuurlijk ingesprongen. Nou, Wil Moeren is natuurlijk oud basketballer. Er zaten best veel oude internationals op de tribune die misschien nu redelijk succesvol zijn in het bedrijfsleven. Ja, maar goed, als je als bedrijfsleven reclame moet maken, is dit het moment. Want toch? Je mag ook op het shirt staan, op het EK volgend jaar. Je praat niet over een miljoenenbudget. Nee. Je praat over budgetten die je als bedrijf echt wel ter beschikking kan stellen. En wat ga je krijgen? Je gaat een EK krijgen. Dat wordt Europees uitgezonden. Ja. Alle kanalen, internet. Dus als je echt je naam... Nou ja, weet je, en het staat gewoon op het shirt. Weet je, voetbal is natuurlijk helemaal blanco. Ja. Basketbal staat gewoon, hè, de Philips of weet ik veel wat, kan gewoon op het shirt staan. Nou ja, wil je internationaal wat met je merk of met je bedrijf? Nou ja, basketbal is natuurlijk een super dynamische sport. Ja. En ik heb nog nooit mensen gehoord die zeggen van, oh, vervelend, ik moet een basketbalwedstrijd kijken. Dus het is leuk voor iedereen, dus het spreekt heel veel mensen aan. Dus dat zie je ook in de media nu, toch? Ja, ik zag in één keer op alle media waar het normaal nooit komt, staat nu in één keer stukken. Ja. Het was zelfs op het Jeugdjournaal, op de radio werd het zelfs in één keer geroepen. Ja. Maar wie gaat dat dan doen? Niemand. Bedrijf, het is een open doel. Ja. Weet je, je gaat zoveel reclame krijgen voor het geld wat je erin stopt. Ja, maar waar ga je dan nu heen? Stel, ik heb 50.000 euro, ik wil hoofdsponsor worden. Wie ga ik bellen dan? De MLB doet het nu niet. De FEP die stoot het weg. Er is geen commissaris die erboven zit van, goh, waar gaat dat bedrijf dan nu heen? Even serieus. Ja, dat is heel ingewikkeld. Naar jou. Dat zou mooi zijn. Nee, maar begrijp je? Dus daar is absoluut wel iets ruimte in om te verbeteren. Maar ja, zeker. Ik denk dat belangrijk is dat daar ook een commerciële man wordt aangesteld. Ja. Dus je hebt nu duidelijk een coach, een team, een teammanager, een fysio. Dat ziet er allemaal heel goed uit. Maar je zal denk ik in de organisatie ook moeten groeien naar mensen eromheen. Ja. Die het oppikken, die de marketing gaan doen, die dat heel professioneel gaan maken. Ja. Groot voorbeeld is de NBA, groot voorbeeld zijn de grote competities in het buitenland. Ja, en dat model zou je zelfs moeten doortrekken naar de eredivisie toe. Ja. Het is nog steeds geen bedrijfstak, het is nog steeds op minimale voorwaarden, heel hard werken voor spelers. Om te kijken of je met je hoofd boven eruit komt en wat meer kan verdienen. Er zijn een aantal jongens die kunnen ervan leven, die hebben ervan geleefd. Heel veel jongens die lopen voor een appel en een ei te basketballen. Ja, dus ook een Nederlands team, de piramide, ze pakken de speerpunt. Ja. Maar het zal door iedereen opgepakt mogen worden. Nou, dat is de vraag, hè. Weet je, ik ken natuurlijk niet alle ins en outs, maar ik hoor natuurlijk wel dat Den Bosch en Leiden en Zwolle hè, en misschien nog een club wel echt de kar hebben getrokken in zaken zaalruimte, de coach beschikbaar stellen. Dus weet je, in plaats van dat die 10 teams dat op, hè, ik kan me best voorstellen dat Amsterdam handen vol heeft om überhaupt een team op poten te zetten, dat ze geen zin hebben om ook maar 1 euro aan zo'n Nederlands team bij te dragen. Ja, dat is logisch, maar je zegt het ook wel. Kijk, de clubs die in de eredivisie structureel goed doen, structureel goed georganiseerd zijn, die trekken ook de kar. Ja, maar goed, dat zal dus wel meer moeten worden. Dus dat heeft ook effect gehad op de prestatie. Het is niet alleen het team, het coach. Nee, helemaal eens. Weet je, het zijn ook gewoon de mensen die daarachter de beslissingen maken. Ja. En het organiseren, weet je. Dat is zo belangrijk. En dat blijkt dus wel een groot verschil te zijn met toen de tijd met de bond. Want eigenlijk hadden ze op papier beter team, beter budget, betere spelers. Maar blijkbaar is er rond dat team dit jaar toch beter georganiseerd. Nee, helemaal eens. Nou, de chemie is gewoon fantastisch natuurlijk. En als we nou meteen doorstappen naar volgend jaar. Ik bedoel, we zijn net al aan het begin. In het begin stonden er 7 man. Veel afzeggingen. Sommige mensen die namen niet eens de moeite om af te zeggen. Die kwamen gewoon niet opdagen. Ja, dan is het EK.
Nou ja, je kan natuurlijk verwachten dat sommige mensen op de deur gaan kloppen van joh, ik ben weer beschikbaar. Hoe ga je dan daarmee om als bondscoach? Nou ja, dat is een lastige keuze. Kijk, ga je door met dit team? Ze werken echt goed samen, de spirit is goed en die jongens willen ervoor gaan. Ze verdienen ook eigenlijk allemaal een plek, hè, voor het EK. Maar ja, anderzijds zijn er wel jongens met waarvan je denkt betere kwaliteiten. Ja. Die dit jaar voor verschillende redenen hebben afgezegd. Ik vind persoonlijk dat, dat er een aantal spelers zijn die je gewoon mee moet nemen. Noem ik een Henk Norel. Ik vind hem, ik wil niet zeggen buitenklasse, maar hij heeft wel aanzienlijk meer kwaliteiten dan jongens die nu bijvoorbeeld op de bank zitten. En dan denk ik van, ik denk ook dat het ook een jongen is die je goed in kan passen in een team. En Robin Smulders, die ging trouwen, geloof ik, was de reden dat hij er niet bij was. Ja, dat is ook wel een reden waarvan ik denk van, nou ja, goed, dat doe je ook niet elke zomer. Nee, maar er zijn natuurlijk ook spelers die zeggen, ik sla deze zomer even over, ik heb hard gewerkt. Ja. Nee, goed, dus ik kijk wie er niet bij waren. Norel inderdaad, mm-hmm. Nou, hij is natuurlijk echt wel een topper in Nederland. Ja. Het laatste jaar natuurlijk wel gekozen voor zijn eigen carrière op een hoger plan brengen. Ja, en dat vind ik ook logisch. Met de blessures die hij heeft gehad en... Ja, je doet het dan natuurlijk voor niks bij het Nederlands team. Want daar vind ik, het spelen voor het nationale team is de grootste eer die er is. En dat moet je ook voor niks willen en kunnen doen. Maar ik snap ook heel goed dat zo'n jongen kiest van, ik heb een blessure gehad aan mijn knie. Ik denk even aan mijn verdere leven en mijn carrière in de basketbal. Ja, vind ik ook logisch. Afzeggingen kunnen met goede redenen zijn. Absoluut. Weet je, dus daar moet je... het wordt heel moeilijk, denk ik, selectieproces volgend jaar. Want... Wie ga je wel, wie ga je niet laten spelen? Welke positie zou dan nu wat nodig hebben? Ik begin met de schone lei en ik zie volgend jaar wel weer wie er allemaal komen. En daar selecteer ik uit door. Wat natuurlijk de meest normale manier is, want dat doe je altijd. Ja. Elke coach doet dat. Ja, dus je kan gewoon volgend jaar de eerste training uitschrijven. Iedereen is aanwezig en we zien wel hoe we het team ontwikkelen. Een van de onderdelen van dit succes was is dat je dus niet alle topspelers hier had. En dat dus de atmosfeer, de hiërarchie, dat heel duidelijk was. En kijk, dat wordt misschien dan weer lastig volgend jaar. Wie gaat de point spelen? Wie gaat de baas zijn in het veld? Wie gaat de backup zijn? Ben je bereid om die rol te nemen? Ben je bereid om een stap terug te doen als je deze campagne die rol hebt gehad? Maar goed, de leider is natuurlijk Slachter, toch? Ja. He, heel duidelijk. Ik bedoel, stel dat Henk erbij komt, is natuurlijk ook echt een topper. Ja, maar ja, Henk komt erbij. Wie gaat eraf? Nick Oudendag, Schaftenaar. Kan je ook weer onderling concurrentie kan je opvoeren. Ja, neem bijvoorbeeld Kees Akerboom. Als die erbij komt, wat natuurlijk gewoon ongekend wordt hard getraind. Want dat, kijk, een van de succes van dit jaar is. Ik denk dat er heel erg hard en scherp en goed getraind is. Absoluut. Kunnen jongens dat een periode weer volhouden. Ja. Nee, maar als Kees erbij komt, die zal spelen, het gaat dan ten koste van Mo of van Arvin en dan weer van Wordy. En weet je, dus je zit natuurlijk toch wel te knijpen. Terwijl ik denk van, deze spelers hebben het wel even laten zien. Ja, maar goed, speculeren. Het is ook even afwachten wie op die training komt volgend jaar. Dat is waar, misschien staan ze met z'n zeven. Ja, het is ook even afwachten hoe de coachingstaf is. Ja. Kijk, we spelen spelers. Ik denk dat dit drietal ook... echt ook een chemistry hebben gehad als coaches en deze groep ze ver hebben gekregen. Komt Sam Jones volgend jaar terug? Komt Toon terug? Hè? We moeten dat ook nog maar zien. Ja. Maar dat is meer een vraag of ze zelf willen dan dat iemand van de MLB of FEP zegt van joh, we nemen een andere hoofdcoach. Nou ja, kijk, dat wordt toch ook weer buiten besloten. Ja. Kijk, ze zijn de baas geweest op het veld. Maar die beslissing, de FEP stapt eruit, heb ik begrepen. Nou ja, volgens mij wel. Trek ze handen de vloot MLB, ervan af. Nou, dan gaat in de MLB iemand beslissen. Kijk, officieel zou de MLB het twee jaar niet doen en zou het dan weer terugkomen bij de MLB. Ja, dan zal iemand in de MLB de beslissing moeten maken. Wil Toon wel voor de MLB coachen? Hè? Dat is ook daar heeft hij ook al jaren strijd mee. Ja. En wat ik leuk vind aan Toon is dat hij zegt, ik heb kritiek, maar ik doe er wel wat aan. Ja. Weet je, dus dan mag je ook wel kritiek hebben. En dat heeft hij nu ook laten zien. Hij heeft er echt wat aan gedaan zelf. Ja. Deze campagne en ook de vorige. Want vorig jaar is er natuurlijk ook fantastisch gespeeld. Alleen door een administratieve fout hebben we dit jaar... Maar het niveau van vorig jaar ten opzichte van dit jaar is echt wel een wereld van verschil. Ik vind dit jaar wel echt in de defense en de agressie en de chemie... is echt wel een paar klassen beter dan vorig jaar, vind ik. Ja, toch? Maar dan zie je dat ook weer bouwt. Ja. Ja. Het is eigenlijk in het ergste geval zou dus kunnen dat we gewoon nergens bij horen. Dus de MLB zou ons niet willen.
En de FEP heeft geen geld, de clubs willen het niet, dat we gewoon het EK afzeggen. Dat zou dus ook kunnen. Dat er geen geld, nou, geen team, ja, geen coach. Ik ben een paar jaar terug coach geweest van onder 20. Dat was eigenlijk afgezegd. Ja. Maar het bleek toch financieel interessant te zijn om te gaan. Ja, in plaats van de boete. Ben je 2 weken van tevoren gebeld, wil je het doen? Ja, tuurlijk wil je het doen. Want het Nederlands team, als iets oranje is, dan moet je er gewoon staan. Klaar. Ja. Maar dat is even afwachten. Ja, maar dat mag niet gebeuren. Kijk, dat gaat ook niet gebeuren natuurlijk, maar... Nee, het mag niet, het gaat niet. En ik denk dat er bij de MBB ook wel het een en ander veranderd is. Dat daar misschien op dit moment ook wel capabele mensen zijn die capabele beslissingen kunnen maken. Nou ja, weet je, er is natuurlijk best wel vaak kritiek op de dames en er gaat veel geld naar de dames. Maar het staat daar wel, snap je? Ja. De structuur staat goed, CTO is goed georganiseerd. Ja. Kunnen de heren nog wat van leren? Absoluut, snap je? Dus op zich is dat. Dus, het is eigenlijk nu een kwestie volgens mij gewoon van centen. Ja, ja. Sponsoring. Ja. Hey, stel nou dat er geen sponsoren in de rij staan. Hè? We gaan natuurlijk nu naar het EK. NOC NSF heeft toch wel redelijk wat geld beschikbaar voor topsport. Is dat toch een mogelijkheid? Ja, kijk, NOC NSF gaat een. Volgens mij de regels zijn dat van de jeugdteams onder 16, onder 18, onder 20 moeten 2 de A-kampioenschappen spelen. Dan krijg je een CTO. Zitten nu nog in B-divisie, hè? Okay. Ja, nou, dus dat betekent dat is dan een termijnproject voor het Nederlands team. Ik begrijp niet dat dat niet geholpen wordt, weet je. Nee. Kijk, het hockey fantastisch, schaatsen fantastisch. Kijken met veel plezier, het Nederlands elftal, voetbal, hartstikke leuk. Ja, dit is ook een mooi moment om in deze grote sport dit stukje naar voren te pushen. Dat gewoon met financiële middelen te helpen. Zoveel kan niet kosten. Je vliegt binnen Europa, trainingsfaciliteiten. Spelers hoeven echt geen exorbitante dagvergoedingen, dat is nu ook wel gebleken. Ja, bij de bond, we doen altijd moeilijk over een hamburger en een colaatje bondsverhoging. Een Big Mac minuutje, bondsverhoging. Dan moet 5 euro. Ja, 5 euro, waar hebben we het over? Iedereen staat nu te juichen, te springen, vindt het fantastisch. Ik zou zeggen, weet je, natuurlijk, misschien wel verschillende manieren van sponsoring. Nou ja, weet je wat misschien nog wel interessant kan zijn? Is natuurlijk gewoon een soort, dat het publiek het Nederlands team adopteert, een soort crowdfunding of zo. Weet je wel, dat je gewoon zegt van we betalen allemaal een tientje. En wij bepalen ook voor dat tientje wie er meegaat en niet meegaat. Ja, nou, dat kan toch? Ja. Is dat nog een idee? Ja, dat is zeker een idee, of dat echt tot los van het feit of je mee mag beslissen, maar je kan wel met publiek doen. Ik wil best een tientje geven. Maar ja, natuurlijk willen we allemaal een tientje geven. En dan wil ik graag dat Henk nog wel meegaat. Alleen het is, kijk, het moet ook een beetje autonoom blijven. Nee, tuurlijk. Ze moeten wel kunnen beslissen. Nou ja, weet je, kijk, ik wil ook best wel een tientje geven, uiteraard. Maar dan vind ik ook dat er een langer beleid moet. Ik vind wat jij zegt, weet je, we kunnen nu allemaal gaan lappen en dan staan we er volgend jaar. En dan worden we door iedereen aan gort gespeeld omdat we niet kunnen trainen. We vliegen, weet ik veel wat, waar het ook is. Misschien is het in Frankrijk, vliegen we via de Oekraïne naar Rusland en dan door naar, weet ik veel wat, Zweden, weet ik waar het toernooi is. Ja, dat is natuurlijk ook niet handig, hè? Ik bedoel, dit team heeft, geloof ik, wat zei Toon, 30 vluchten heeft gemaakt. 20 vluchten, Dat kan natuurlijk ook niet, dat is ook geen topsport. Nee, maar dat heeft met geld te maken, weet je. Ja, dat begrijp ik. Zoals vroeg boek je budget, hè, via. En dan kost je gewoon 25% van rechtstreeks vliegen. Ja. En natuurlijk willen we in een situatie terechtkomen dat het Nederlands basketbalteam in first class... ik denk dat ze dat ook niet eens per se zullen willen. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze wil je presteren, dat gewoon dat soort dingen wel even op de ritme worden. Je wil wel gewoon een optimale situatie hebben om te presteren. Dus, ja. Maar over die sponsoring, we hebben het daar dan over, sponsoren die staan, of ze wel of niet in de rij zullen staan. Je moet daar gewoon actief, moet daar achteraan gegaan worden. Ja, kijk. Dat moet gewoon. Dit is een kans die hier nu ligt. Laten we dat gewoon met z'n allen. Iemand moet daar verantwoordelijk voor gesteld worden. En die moet dat gaan oppakken. Ja. Die moet, maar ik vind het wel mooi. Maar ook met z'n allen. Ook met z'n allen, tuurlijk. Dat iedereen gewoon een kleine bijdrage moet doen. Dat verhaal over die Big Mac menu. Weet je, daar moeten we niet te moeilijk over doen. Nou, kortom. Ik denk dat we genoeg stof hebben om er nog een keertje over door te praten. Ja. Absoluut. Als je 1 speler mist bij dit Nederlands team. Jij zei Henk. Die moet erbij voor ons, hè? Ja, zou ik mooi vinden. Ja, okay. Ja, ik ben Henk-fan. Nou, ik ben een hele grote fan toch wel van Rogier Jansen. Ja. Je is toch wel een jongen die uitzonderlijk is. Als hij goed gemotiveerd is. Point guard ook. Dus, maar goed, dat is nogmaals. Hè, even afwachten. Kijken wie er volgend jaar available zijn. Ja, nou mooi. Nou, we zullen het zien. Bedankt. Even relax. Hallo.
Nou, wij vonden het heel gezellig met z'n allen om even over basketbal te praten. En we hopen dat jullie dat ook leuk vinden. En nou ja, goed, in de comments feedback graag. We gaan dit graag vaker doen. En als jullie input hebben of ideeën, dan horen we het heel graag. Ik heb heel vaak graag gezegd. Mooi. Ja. Oh. Nou ja, absoluut. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja, wij doen dit normaal gesproken altijd gewoon in de auto of waar we dan ook zitten, zitten we altijd te lullen over basketball. Dus ik dacht, ja, laten we een keer. Ja, s'nachts als we DVD's uitwisselen. Ja, dus laten we een keer een camera erop zetten, toch? Ja, leuk. Ja. Mooi. Nou. Continued.